Rabbit Peach houdt niet van de regen. Rabbit Luigi echt een kote, jongen. Holy moly, wat is dit? Yo, wat is dat? Oh, yo Nintendo fans. Welkom bij aflevering 2 van Mario plus Rabbit Sparks of Hope. In de vorige aflevering had Rabbit Peach grote problemen. Als je die nog niet gezien hebt, ga checken. Maar nu is ze weer veilig aan boord. En we worden welkom geheten door Genie. En die zegt welkom Mario en Rabbit Peach. Goed dat jullie niet gewond zijn. Jullie veiligheid is essentieel voor onze missie. Beepo is een beetje beledigd dat hij niet zelf begroet wordt. Want Beepo heeft Genie gemaakt, blijkbaar. Genie zegt, doordat jij erbij bent Beepo, is de kans op slagen 31. 30% lager. Arme Beepo. Beepo noemt Genie nu arrogant. En daar is Luma. Kijk ze nou staan met z'n allen. Laat even in de reacties weten wie van deze karakters jij tot nu toe het leukst vindt. Knalf de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren als je deze hele serie wil zien, jongens. Rabbit Luigi zegt, hey kleintje, wat glinster jij. Ben jij met Mario aan boord gekomen? En dat beestje wat je daar ziet zweven is dus half Rabbit en half Luma en heeft daardoor heel veel energie. En Genie denkt dat er nog heel veel zijn in het sterrenstelsel. Oh, kijk, ja, kijk, zo werkt dat dus blijkbaar. Ja, snap je het, Mario? Peach, jij ook? Hoe kon dit gebeuren, zegt Peach. Rosalina zou dit nooit hebben toegestaan. Nee, inderdaad. Tijd om verhaal te halen, denk ik, bij Rosalina. En Galaxar, dat is Diluma slash Rabbit, die zegt, mama, ze zit in de problemen door Gesela. Alsjeblieft, help haar, alsjeblieft. We moeten Rosalina gaan helpen, jongens. Kijk, en dat is die Gesela, daar links in beeld. Die zag je dus in de vorige video. En Gesela verovert het sterrenstelsel met een verderfelijke energie die duister mis heet. We weten nu waar Gesela zich bevindt, maar het zou jaren duren voor dat we daar zijn in dit ruimteschipje. Maar als we gezuiverde vorm van de duistermis energie kunnen krijgen, dan kunnen we tunnels maken. Teleportatietunnels. En dan zijn we er zo. Dus daar moeten we nu denk ik naar op zoek. Beepo wil de wezentjes heel graag Rabbit Luma's noemen. Rabbit Mario, die zegt gewoon eerlijk, dat is bagger. Dus waarschijnlijk noemen we ze Sparks. En we moeten nu naar de dichtstbijzijnde planeet. En dat is Bakenstrand. Let's go. Dacht ik. En Beepo dacht dat Gesela ons niet meer lastig zou vallen, maar ik weet niet hoor. Ze lijkt een beetje de koningin van de ruimte. En oh, wie waren dat? Wie waren dat? Ik moet die energie van die wezens hebben. Breng ze naar mij. Dat zijn rabbits ook. Met superkrachten. What? Dit wordt supercool. Zou dat dan de rabbit Rosalina bijvoorbeeld kunnen zijn? Het leek er wel een beetje op. Oké, we gaan nu naar het nieuwe planeetje. Daar is die. Oh, het is hier in ieder geval niet zo zonnig als ik had verwacht. Ik dacht dat we lekker een beetje op vakantie gingen. Maar het is niet... Kijk, zie je? De handdoekjes die lagen daar nog lekker op het strand. Maar het weer is niet echt toereikend voor een vakantie op dit moment. Nou, we gaan het toch maar proberen. Ja, laten we landen. Let's go! Kijk, daar zijn we hoor. Mariootje. Ja, die kijkt ook eens even goed om zich heen. Oh my god. Dat is dus de duistermis inderdaad, ja. Rabbit Peach houdt niet van de regen. Rabbit Luigi echt een kote, jongen. Die is echt vervelend. Die zit iedereen te pesten. In de vorige aflevering ook al. Holy moly, wat is dit? Yo, wat is dat? Oh. Hallo? Wat? Wat gebeurt er? Hij wordt uitgelachen. Wie is dit? Hallo. Dit is Augie. En die zegt weg, 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 weg. Kom geen herrie schoppen. Dat gebeurt hier al genoeg. Beepo vraagt vriendelijk of hij dat wapen weg wil doen. Want wij zijn dus helden. Hij kan onze hulp wel gebruiken bij wat probleempjes. Zie je dat ding op onze vuurtoren? Ja, ik weet niet wat voor ding dit is. Maar het gaat niet helemaal goed met jullie vuurtoren, hè? Nee. De zon verdween direct toen het verscheen en onze signaalvuur in de vuurtoren doofde. Dat ding is een duistermis-tentakel en die moet kapot, want dan wordt het weer beter. Maar we krijgen ook duistermis-energie om die teleportatietunnel te maken. En we moeten al deze duistermis hier weghalen. Help, help ons! Oh, er zitten ook nog blijkbaar burgers hier gevangen. Burgers, als in mensen. Ik bedoel geen hamburgers, hè. Even voor de duidelijkheid. Oh, er is ook een spark daar ergens. Spark?
Augie houdt niet van Sparks. Wat? Hoe kan je niet van Sparks houden? We hebben de eerste missie ontgrendeld. Dat we kunnen de missies bekijken op de kaart. Kijk, en dit zijn dan onze hoofdmissies. Oeh, dit is best wel een hoop te doen hier zo. Kijk, en we hebben hier supersonische wapens, jongen. Komt omdat we de Gold Edition hebben van deze game. We kunnen hier team selecteren. Ik hou het gewoon even lekker bij Mario en Rabbit Peach, denk ik. Oeh, je kan ook Sparks kiezen. Luigi heeft blijkbaar een blauwe Spark, de Reflector. Oh, ik zie daar een Bobomb. En die heeft ook weer van die oranje ogen, zie je? Daar kan je zien dat het de vijand is natuurlijk. Is dit van die speciale kracht? Kan ik dan dat dan bijvoorbeeld meenemen hier de battle in of zo? Oh, wow, 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 wow. Ik weet niet of dit de bedoeling was. Oh, we worden de battle ingezogen. Let's go. Jeetje. Wat gebeurt er allemaal? Geen ruzie maken, Rabbit Luigi. Beepo gaat ook gezellig mee. Ja, nee, ja. Rabbit Peach is altijd chill. Die boeit het niet, hè? Let's go! We moeten dus al die bommen nu verslaan. Dit zijn dus random battles, hè? Deze hoef je volgens mij niet te doen. Hier kunnen we dus kiezen wie we in het team willen doen. Weet je wat? Laten we Luigi doen. Okay, we moeten Bobombs oppakken. Oh, niet tackelen! Oh nee, ik moest ze oppakken. Het ging helemaal fout, denk ik. Of kan ik ze nu oppakken? Ja, ik kan ze wel oppakken. En dan daar naartoe gooien. Oh nee, dit gaat helemaal fout. Ik doe het helemaal fout, jongens. Ik zit op verkeerde knopjes te drukken. Let's go, gooi hem. Oké, cool. Ik ga een teamsprong doen. En dan wil ik hier in het midden landen ergens. Hier tussenin, precies tussenin. Oh, maar... Nee, Luigi kan niet zoveel bewegen. Oké, laten we schuilen. Dan schiet ik op hem. En dan ontplof ik zelf ook. Top dit. Oh, hij heeft wel een goede Luma bij zich. 20% van de schade die voor de held bestemd is, wordt gereflecteerd naar de vijand. Dus de bom gaat zichzelf dan kapot maken. Dit was niet zo goed, jongens. Het ging helemaal fout. Auw, Mario heeft pijn. Nou, we hebben het wel gered. Oeh, ik heb een vaardigheidsprisma bemachtigd. Daarmee kan ik mijn helden sterker maken. Ik kan nu voor iedere held iets kiezen. En je kan iets kiezen op gebied van gezondheid, beweging, wapen en techniek. Ik ga, denk ik, voor techniek. En bij Luigi ga ik voor beweging, hoor. Want die kan helemaal niet ver bewegen. Rabbit Peach moet levend blijven, dus daar gaan we voor gezondheid. En bij Rabbit Luigi en Rabbit Mario ga ik voor het wapen. En bij Peach ga ik ook voor gezondheid. Wat moet ik nou hiermee? Moet ik dit hier droppen? Oh, dat moet ik hier plaatsen. En dan? Oh, kijk, ik heb een kanon geopend. Laten we in het kanon gaan. Let's go! Waar gaan we helemaal naartoe, joh? Jeetje. Deze gaan we tackelen. We gaan hier even dit oppakken, muntjes. Dan kunnen we deze meenemen. Ja, want hiermee kunnen we natuurlijk die meuk weghalen. Maar kan ik dit dan ook meenemen in een kanon? Oh, nee. Oh. Oké, even kijken, hoor. Kanon binnen gaan. Ja, wel. Of niet? Nemen we hem nou mee of niet? Dat is de grote vraag. Ja, kijk, we hebben hem nog. Kijk, en dan moeten we hem op dat oog gooien zo. Hotsekidee. Dan halen we hier die meuk weg. Dan kunnen we hier langs. Deze bom is trouwens wel level 3. Dus ik ga er even langs lopen. Hé, wat is dit? Wat is dit, jongen? We hebben een planeetmunt verdiend. Ik weet nog niet wat ik daarmee kan, maar dat gaan we waarschijnlijk straks wel zien. Ik neem nu Rabbit Peach trouwens weer mee, hoor. Even kijken in de winkel. Hallo, winkelman. Jemig. Oké, wat is dit allemaal? Oh, ik kan ook wapens gaan kopen. Nou, voorlopig koop ik nog helemaal niks, vriend. Ik ben even nog gierig. Ik moet wel zeggen, ik ben continu afgeleid. Wat is dit nou weer? Oh, dit is een andere missie. Een muntuitdaging. Oh, dan moeten we rode munten gaan pakken. Let's go. Snel. 3, 4, 5. Waar moeten we naartoe? 6. Ah, ik heb niet snel genoeg gerend. Ik wil nog een keer. Kijk, ik was helemaal niet snel genoeg begonnen. Nu gaan we sowieso halen. Sowieso. Sowieso. Rennen, Mario. Let's go. Oh, 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 oh. Ik mis hem nog één. Let's go. We hebben hem. Nice. Zo, en dan hebben we hier een super galactic chest, jongen. Wat zit hierin? Muntjes. Ik had daar eerlijk gezegd wat meer van verwacht. Laten we het dorp binnen gaan, jongens. Help! Help! Wie is daar binnen? De weg wordt bewaakt door een bom. Oh, wat? Wat is, Rabbit Luigi is verliefd op de bom, volgens mij. Oh, Rabbit Mario is... Die wil heel graag vechten. Heel graag. Oké, let's go! Flits. Wat gebeurt er als ik op flits druk? Dan maak ik alvast een tackle van tevoren of zo? Ik had eigenlijk misschien Rabbit Mario hiervoor moeten gebruiken. Die was zo enthousiast. Oh, ik kan mijn team nog wijzigen. Rabbit Mario is de knokker. Dus laten we voor Rabbit Mario gaan. Die had er zoveel zin in, joh. Ik denk dat ik het gewoon het beste die bommen allemaal op kan pakken. En kan gewoon neergooien. Want dat is een beetje een ding. Als we in de buurt staan, dan worden we zelf ook geraakt. Dat is niet oké. Ik denk dus eigenlijk dat Rabbit Mario helemaal niet zo'n hele goede keus was. Maar goed. We gaan deze oppakken, tackelen. En hier neergooien. Zo, wat ze vlots. Oh, daar komt hij hoor, daar komt hij. Oh, de bom, oh, die ontploft als een malle. Hoe ver kunnen jullie lopen, jongen? Oh, oh, nee, nee, die gaan allebei ontploffen.
Oh, of niet? Hotsevlots, allebei tackelen en wegrennen. Of ja, ja. Ja, we kunnen gewoon wachten tot ze ontploffen. In 3, 2, 1. Ja, ga maar. Dan hebben we gewonnen. Lekker gedaan, jongens. Maar volgende keer neem ik geen Rabbit Mario mee naar bommen. Wie komt daar nou weer aan? Gelukkig kan je die bom omlozen. Ik dacht dat hij het arme schepsel dat ik heb gevonden zou kaboemen. Oh, heb jij een Luma? Een Rabbit Luma? Heb je die? De deur naar de vuurtoren kan alleen worden ontgrendeld door de zon. Maar nu die weg is, kunnen we er niet in. Normaal gesproken dan. Hihi, jullie hebben de mazzel dat dit kleine wezentje zijn eigen licht kan maken. Kijk maar. Yo, maar dat is wel nice, jongen. Dat is nice. Oh, rustig aan. Rustig, chill. Chill. Rustig. Nee, niet bang zijn. Oh. Wat gebeurt er? Wat ga je doen? Waarom vlieg je weg? Niet wegvliegen. Of wel? Is dit de bedoeling? Zou zomaar de bedoeling kunnen zijn. Is... Ja. Ja. Lekker. Dit hebben we nodig. We hebben licht nodig hier in deze duisternis op deze planeet. Wow, er komt een hele tol... Met Rabbit Meerminnen. Te grappig. Ja, moeten we daar dan naartoe? Oh... Ja, ik denk het wel. Dit ziet er vrij dreigend uit allemaal. Ik denk dat dit iets is voor de volgende video. Laat weten welke karakters ik in mijn team moet doen. En misschien kies ik jouw karakters. En ondertussen gaat Rabbit Mario gewoon even een concert geven. Kan gewoon. Bedankt voor deze gezelligheid, Rabbit Mario. En bedankt voor het kijken. Doe de duimpjes omhoog, abonneer, zet het belletje aan. En dan zie ik jullie bij de volgende. Mazzel!